Hi, dit is Kevin van Snapshot Dojo en in deze allereerste fotoboek review wil ik het fotoboek Odo Yakuza van de fotograaf Anton Kussens reviewen. Een van mijn allereerste fotoboeken, volgens mij zelfs mijn allereerste, als ik het goed herinner. Ik heb deze in 2012 gekocht en volgens mij kwam ik dit project tegen ergens in een fotomagazine. En ja, ik was eigenlijk meteen geïnteresseerd in dit fotoboek. Een heel interessant project. Anton Kussens, een Belgische fotograaf, heeft 2 jaar lang bij de Japanse Yakuza gefotografeerd. Daar heeft hij ook heel lang voor hem moeten onderhandelen. Volgens mij heeft hij iets van 10 maanden lang moeten onderhandelen met contactpersonen, heen en weer moeten reizen tussen Japan en België. Om ja, toestemming te krijgen om dit fotoproject aan te gaan. De Yakuza is een interessante vorm van een georganiseerde misdaad. Sterker nog, het wordt volgens mij, als ik het goed heb begrepen, geaccepteerd in de Japanse maatschappij. Het is ook toegestaan vanuit de overheid voor Yakuza om bedrijven op te richten. Terwijl er ondertussen natuurlijk ja, hele andere praktijken plaatsvinden. Drugshandel, prostitutie, afpersing, nou, noem het maar op. Het is een hele aparte wereld. En ja, daarom ook heel bijzonder dat Anton Kussens toegang heeft gekregen. Nou, wat sowieso opvalt aan het boek is de kleuren. Ja, kleurenverzadiging is omlaag gebracht. Heel sober, heel ingetogen. En heeft ook een subtiel gele tint. Nou ja, soms niet al te subtiel. En dat draagt bij aan de unieke sfeer en stijl van dit boek en van dit project. Ook opvalt is dat hij karakters heeft gebruikt. En die duiden hoofdstukken aan. Nou, dit is dan wel een duidelijker voorbeeld. Dit betekent mourning, dus een rouwproces. En ja, hier zie je dus beelden van een begrafenis van een prominent Yakuza-lid van deze clan. Yakuza die zijn eigenlijk oorspronkelijk samurai geweest, zonder leider. En deze samurai zonder leiders hebben zich ja, samen gevoegd met elkaar, waardoor ze groepen begonnen te vormen. En dat is dan nu, ja, zoals we het nu kennen, de Japanse Yakuza, de Japanse maffia. Wat verder ook opvalt aan het boek is dat Anton Kussens heeft vignettering gebruikt of toegepast. Ja, dat zijn deze donkere hoeken in beeld, waardoor je aandacht echt naar het midden van de foto gaat. Daarbij draagt het ook bij aan de sfeer van het boek. Ja, het is wat duisterder, het trekt je aandacht naar het midden en het geeft letterlijk een inkijkje in het leven van deze, ja, van deze mensen. Overigens is dit een heel bijzonder ritueel, het afsnijden van je eigen vingertopje. Nou, dat heeft te maken met als jij spijt wilt betuigen aan een hoger geplaatst persoon, of je wilt berouw tonen of je wilt je fout toegeven, dan snij je je eigen vingertopje af en dat presenteer je aan degene aan wie jij je excuses aan wilt bieden. Eeuwenoud ritueel, ja, voor ons in het Westen misschien heel bizar en heel raar en heel gek. Maar Japan is natuurlijk een cultuur waarbij loyaliteit, eergevoel en trots een hele belangrijke rol spelen. En dit is denk ik een uiting daarvan. Een hele mooie foto, ook een mooi prachtig licht. En ik heb nog 2 beelden die ik had uitgekozen. Nou, hier zie je bijvoorbeeld een foto van de leiding van deze clan. Ja, dit is de baas, de godfather, nummer 1. En nummer 2 en nummer 3. Ik weet niet of dat klopt. Het kan ook zijn dat die nummer 2 is en dit nummer 3. Maar in ieder geval, dit is ja, als het ware de directie. En dit is volgens mij ook het moment dat Anton Kussens toestemming kreeg om foto's te maken bij deze groep mensen, bij deze clan. Hij heeft, volgens mij heb ik het al gezegd, maar hij heeft 10 maanden lang heeft hij onderhandelingen moeten plegen met zijn contactpersoon. Voor toestemming. Nou, hier kreeg je dat dus. Eén minpuntje wat ik heb bij dit boek is, ik vind het heel jammer dat het geen zogenaamd lay-flat boek is. Een lay-flat boek is ja, een boek wat gewoon open kan blijven liggen. En hier zie je dat ja, het boek valt gewoon dicht door de binding. En dus bij dit soort foto's vind ik dat heel jammer. Ook bij deze foto vind ik het heel jammer. Overigens, dit is mijn favoriete foto in het boek. En volgens mij is dit ook de foto die in het fototijdschrift stond, waardoor mijn aandacht getrokken werd.
Dit is een foto van ook een van de hooggeplaatste leden van deze clan. Heel gaaf beeld vind ik het. Heel mysterieus ook. Een prachtige sfeer ook. Nou, je ziet dat dit een man is met stijl, een man is met klasse, qua kleding in ieder geval. Maar wat ik heel gaaf vind aan deze foto is dat zijn identiteit, zijn gezicht, niet of nauwelijks zichtbaar is. Waardoor je eigenlijk blijft hangen in die mysterieuze, donkere sfeer. En dat is wel kenmerkend voor dit boek, denk ik. En daarmee wil ik ook afsluiten. Dit is mijn eerste fotoboekreview. Dit was Anton Kusters Odo Yakuza. En ik zal binnenkort veel meer fotoboeken gaan reviewen. Op visueel vlak, op inhoudelijk vlak, op conceptueel vlak. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie vinden. Dus laat ook zeker je comments hieronder achter. En vergeet ook niet je te abonneren via het belletje en via het abonneerknopje. En dan word je op de hoogte gehouden van volgende video's. En ik zou zeggen, tot de volgende keer.